zit vast in de gevangenis en alleen jij kan mij hieruit helpen. De bewakers lopen namelijk nu weg. Dus als jij nu op dat blauw duimpje omhoog drukt, activeer de sleutel en kan ik uit de gevangenis. Dus klik op dat duimpje omhoog in 3, 2, 1. Wow, ik ben vrij! Ha, dat voelt goed om weer buiten te zijn. Nee, niet weer! Vandaag zit ik samen met een vriend vast in de Fortnite-gevangenis. En wij moeten hieruit zien te ontsnappen. Maar voor we dat doen, klik natuurlijk op die abonneerknop. Oh nee, ik voel het gewoon trillen. Wat gebeurt? Dylan, er is een aardbeving! Oh my god, wat? Wow, Dylan, kijk boven je! Is dat ook bij jou zo? Er zit nu een gat in het plafond door die aardbeving. Ja! Oh my god, we kunnen hier naar buiten komen! Let's go! Oké, hoe ga ik hier naar buiten komen? Dylan, ik kom naar je toe! Kom naar je toe! Oh my god, we zijn... Yes. Oh, Dylan, kijk, blijf boven, blijf boven. Er zijn camera's. Oké, welke kant gaan we op? Hier zie ik camera's. Zal ik naar jou... Oh nee, oh, kijk uit voor de camera. Zal ik naar jou proberen te komen? Nee, ik ga naar jou komen, ja? Oké, ik ga parcouren over de camera. Nee! Oh, onder de camera. Blijf onder. Dylan. Er zit hier een bewaker! Ren! Oh my god. Aan de andere kant zag ik letterlijk een bewaker. Maar hoe gaan we hier ooit langskomen? Oeh, ik heb echt geen idee. Laten we gewoon zachtjes gaan lopen, ja? Gewoon sneaken, ja. We gaan gewoon sneaken. We gaan gewoon zachtjes naar de bewaker toe. Hopen dat hij ons niet ziet. Oké, we mogen ook niet te hard praten. Want straks horen ze ons nog. Kijk voor de camera. Oh ja. Hij gaat draaien naar die kant. Oké. Blijf achter. Oh, daar staat... Oh, twee bewakers. Hoe gaan we dit ooit doen? Hoe moeten we dit ooit gaan doen? Hoe gaan we hier langskomen? Nee. Kunnen we niet ergens achteren? Nee, ik heb een idee. Nee. Ik heb een idee. We hebben allebei onze koevoet mee, hè? Ja. Jij gaat naar de linker, ik ga naar de rechter. We slaan ze neer. Oké, dat is goed. Oké, ik tel af, ja? Oké, drie, twee, één. Go! Hey! Oh, nee. Ze zijn te sterk. Nee, terug! Dylan! Ze hebben je weer teruggestopt in je gevangenis. Dylan, kom naar buiten. Oh, ik ben er. Oh jeetje, dat is niet verstandig, die kant. Nee, zeg dat wel. We moeten een plan maken om langs die beveiligers te kunnen komen. En ik zie hier al allemaal kisten staan. Misschien dat er wat in de kisten zit. Hallo, sesam. Oh, ja, ik zie wat liggen. Echt, wat dan? Ik zie daar volgens mij een wapen liggen. Nee, meen je. Kan ik die hier pakken? Ik zie het. Kan ik die hier pakken? Ik weet het niet. Hoe gaan we die kunnen krijgen? Ik denk ertussen. Het lijkt er alleen wel op alsof deze kisten op slot zitten. Ik kan namelijk niet bij het wapen. Kan jij erbij? Nee. Oh, en we hebben ook geen sleutel. Nee. Oh, hoe gaan we dit ooit doen? Dit betekent dat wij letterlijk langs de beveiligers moeten zien te komen. Oh, kijk uit voor de camera. Kom aan deze kant in. Kom aan deze kant. Oké. Hij gaat langzaam draaien. Rennen. Naar deze kant. Oh, hij trekt zijn wapen. Ze trekken een wapen. Oké. Oh god. Hebben ze door dat we er zijn? Nee, ze richten naar een andere kant. Ik heb een idee. Wij gaan samen aftellen van 3 naar 0. Op 0 gaan we allebei rennen. We gaan gewoon rennen. We rennen er langs, ja? Ja, is goed. Oké. 3, 2, 1. Ren! Ja! Ik heb. Oeh! Oh my god, Dylan, hier ligt iets wat wij moeten meenemen. Hoppakee. Oh, ja. Die moeten we meenemen. We zijn aangekomen op de buitenplaats. Er staan er weer 2 beveiligers. Misschien is er een manier dat wij dit hek open kunnen krijgen. Maar ligt hier ergens een sleutel? Hallo? Oh, kijk even die beveiligers daar. Ligt er een sleutel onder de tribune? Hallo, sleutel? Waar ben je? Ik zie niks liggen. Nee, maar ik zie ook nergens een sleutel. Oké, die beveiligers zijn niet de allerslimste. Ik bedoel, kijk daar. Ze staan er maar een beetje stil te staren. Maar hoe gaan wij ooit over de... Oh, Dylan? Ik zit te kijken, maar er is vast wel een manier om hier uit te komen, denk ik. Oké, ja, ik volg jou. Jij bent de slimste hier. Maar hoe kunnen we ooit over dit mega grote hek komen? Ik bedoel, er is een manier dat we er misschien uit zouden kunnen parcouren. Bijvoorbeeld, we gaan van dat... Nee, dat zou nooit kunnen, denk ik. Hoe kunnen we hier ooit uitkomen? Ik zit te kijken, misschien als we... Nou, zouden we dit aanloopje redden, denk ik? Ik denk niet dat de tribune hoog genoeg is voor dit aanloopje. Probeer eens. Oké, ik ga... Probeer jij het maar, ja? Voordat je weer beschoten wordt door een van die bewakers. Ik probeer het maar. Wow, zo spring jij zo hoog! Oké, dit ga ik ook proberen. Wacht daar. Kom erbij. Hoe deed jij dat? Gewoon rennen en springen. Ik ga niet zo hoog! Hoe deed jij dat? Oh my god! Oké, ik ga het opnieuw proberen. 3, 2, 1, ren! Hoe kom jij zo hoog? Hoe kreeg ik dit voor elkaar dan? Hoezo kan je? Sinds wanneer heb jij zo goed leren springen? Oké, ik ga het opnieuw proberen. Oh! Wow!
Oh! Ik kan het ook! Kijk! Wat de heck? Oké, maar waar zijn we nu aangekomen? Hé, hey Alex. Ja, ja? Ik zie daar wat opvallends in het hek. Wat is dat? Huh? Lijken wel een stenen of zo? Wat Misschien dat? Kunnen we daar opstaan! Wacht, probeer het eens, probeer het eens. Oké. Wow! Oh my... Ja, je staat op de lamp. Wow. Je staat op de lamp. Oh my god, ik ga het ook proberen. Oké, ik ga het ook proberen. 3, 2, 1, op de stenen. Op de stenen. Ah! Dit zijn mini-banden. Dit zijn letterlijk mini-banden. Oh my god, Dylan, let op. Ha! Oh my god. Oh my god. Op het hek? Ik ben boven, ik ben op het hek. Wacht, kan ik bij jou komen? Ja, kom. Ik hou je vast. Ja, lekker. Oké, hier kunnen we achter het hek komen. En dan zijn we voorbij, de beveiligers. Ah! Ik val naar beneden. Au. Dylan, ik vang je op. Alex, vang me op. Ik vang je op. Oh my god. Oké, we hebben het gehaald. Oh nee. Dylan. We zijn hier aangekomen bij de food court. Hier ligt dus al het lekkere eten. Alleen staat er een beveiliger. En staat daar een meneer, de kok, die staat lekker eten te maken. Maar hoe gaan we hier ooit voorbij komen? Het hek staat namelijk ook weer op slot. Meneer de kok, wil jij alsjeblieft het hek voor ons open doen? Mag ik een hamburger? Het is een robot, Dylan. Oh. Hij is geprogrammeerd om eten te maken. Nee, hij legt het alleen daar neer volgens mij. Dylan, kijk uit, kom terug. Er staat daar nog een bewaker. Misschien wil hij een hamburger. Misschien kunnen we hem daarmee afleiden. Ik ga het proberen. Oké. Ja, ik bedoel, wie houdt er nou niet van eten? Een bewaker of niet? Ja, echt. Meneer de robot. Wacht, ik ga gewoon naar hem toe. Huh? Oh my god, ik kom daar nooit. Ja. Oh, Dylan! Er lag hier geld achter! Is het een hamburger? Oh, nee, geld! Het is geen hamburger, het is geld! Oh my god, misschien kunnen we hier zo wel voorbij komen. Hij ziet ons niet. Hij is afgeleid door het eten. Oh my god, ik ga hier achter zitten. Snel naar de steen. Wacht, Dylan. Ik sprong hier overheen en ik zag er wat. Ik zag het ook. Ga eens naar binnen. Ik zag het ook. Kunnen we hier naar binnen? Oké, we moeten hier naar binnen zien te komen. Ik zie daar een deur! Ja, dit werkt! Oh my god, dit werkt letterlijk. Zo gaat hij ons nooit zien. Oké, zullen we de deur openmaken? Oh, je maakt hem al! Hè? Hoezo ligt hier een impulsgranaat? Ik heb een impuls. Oh, je kan hier omhoog! Oké, zet de deur dicht. Oké. Gaan we het tegelijk doen? Ja, let's go. 3, 2, 1, go! Oh my god. Ja! Dylan, het lijkt erop alsof wij hier de geheime doorgang door de gevangenis hebben gevonden staan. Oh yeah! Oh my god, Dylan, ik zie water. Wat is dat? Oh, ik zie daar wel een trap, dus die moeten we ontwijken. Dus blijf van deze kant. Dylan, dit is de riool. Dit is letterlijk de riool, we kunnen hier weg! We kunnen eindelijk uit deze gevangenis! Oh my god, ik ben zo blij. Dylan, dit is een bewaker. Het is Alex. Loop door. Het stinkt hier wel een beetje. Oh nee! Er zit hier een val onder. Er zit hier een giftrap onder. Oké, ik heb een idee. Ga eens aan de kant. Alex. Stukje naar achter, ik heb een idee. Ja? Ik ga hem af laten gaan. Ik ga over het touwtje lopen. Ik ga snel teruglopen. Yeah. Oké. Rennen. Hey, ik ben weer bij je. Hi. We moeten het opnieuw proberen. Oké, er staan er dus meerdere vallen. Oké, en hier weer terug. Rennen. Oké, hier staat weer almost there. Oh nee, er staat een beveiliger. Dylan, achter die beveiliger staat letterlijk een launchpad. Oh, gaat dat ons uitweg zijn? Ik denk het wel, maar misschien zit hier weer... Almost there. Oké, ga jij maar voorop. Ik durf niet meer voorop. Ik heb net al voorop gelopen. Oké. We moeten langs deze... Die bewaker dan, Alex. Nee, wacht. Ik heb een idee. We moeten misschien... Kom, we gaan hier over sneaken. Ja, dat is goed. Een beveiliger die aardig is. Wat denk je? We zijn aan het ontsnappen. Ja, maar misschien gunt hij wel. Natuurlijk niet. We zijn aan het ontsnappen. Ah, misschien wat een lekkere hamburger. Ja, weet ik niet. Ja, maar die zijn we dus vergeten. We zitten in een stinkend riool. Oh. Oh my god. Oké, weet je wat? Ga jij voorop alsjeblieft. Ik durf het niet. Maar we moeten er, denk ik, via de zijkant langs... Misschien. Heel stil blijven. Heel stil. Hij heeft zijn ogen dicht. Heel stil. Heel stil. Lopen. Hij ziet het niet. Oké, we kunnen hier weg. Ja. We kunnen hier weg. Kijk eens. Go. Wow. We hebben een wapen. Wow. Oh my god. Dylan, er staat hier dat ze backup hebben geroepen. Pak ook een wapen. Ja, let's go. Oh nee, we moeten hier springen. We moeten hier overheen. Ga jij eerst? Oké, springen. Okay. Over het randje. Nee. Naar beneden. Oh my god. Oké. Okay. Oh my god, ik ben boven. Dylan, er staan hier allemaal politieauto's buiten. Help, ik hoor de sirenes al. Ik heb je nodig, Dylan. Oké, ik ga op ze schieten, ja? Ik ben er. Die is dood. Let's go. Oh my god. Jan ook. Waar is iedereen? Iedereen is dood. Een vuilniswagen. Ja, erin.
Hop! Oh, en ik zie hier weer geld liggen. Dat nemen we natuurlijk gewoon mee. Zo kunnen we gelijk een huisje komen. Ook komen we uit de gevangenis. Dylan, er zit hier een geheime mijn. We kunnen hier letterlijk in. Waarom zit er een geheime mijn hier? Oh, we kunnen ongezien weggaan. Dat is superhandig. Dylan, ik heb een probleem. Wat is er? Ik heb mijn wapen buiten laten vallen. En we kunnen niet meer terug. Alex, ja. Kijk wat hier ligt. Oh, een nieuw wapen. Oh my god, dit is helemaal super. Oh, en geld. Hieronder. Oh ja. Hoppakee. Dylan, ik zie hier beveiligers. Er staan beveiligers. Oké. Headshot! Hoppakee, die is dood. Goed schot. Oh, dat was een heerlijk shot. Maar heel veel mensen kunnen dit horen. Dit was zo'n hard schot. Hallo. Is hier iemand? Oké, we gaan gewoon door. Door de verlaten mijnschacht. Oh, nee. Alex. Dylan, er staan er heel veel beveiligers. Kijk wat hier is. Gaan we doorgaan? Oh, wat? Kom maar doorheen. Ja, maar ga jij maar eerst. Ik durf het niet. Oh, ik zag daar net namelijk super veel beveiligers. Oh, wat ligt daar? Oh, wat handig. Oh, kijk my dit. God. Wat is dit? We hebben een geheime Rift to go gevonden. Als we deze gebruiken, kunnen wij ontsnappen van alle beveiligers. Zullen we hem gebruiken? We gaan het doen. Oké, dan gaan we dan in 3, 2, 1, go! Oh my god, waar zijn we? Ja! We hebben het gehaald, Dylan! We zijn langs alle beveiligers gekomen! Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van de twee video's die jullie hier naast mij kunnen zien staan. En abonneer ook op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters!